We staan nu op de Wilhelminalaan zelf. En zoals u ziet, het is heerlijk weer. De zon schijnt. Keurig onderhouden tuin achter ons. Dus nou, we hopen dat we nog meer mooie dingen aan zullen treffen hier ook. Nou, dit is het parkje wat aan de straat grenst. En dat is alvast een heel erg positief beginpunt. Dus laten we dan maar verder gaan kijken. Nou, zoals u ziet staan de krokussen hier prachtig te bloeien. Daar ook gewoon keurig onderhouden plantsoen. Dus het lijkt een zeer fijne straat om in te wonen. Dus gaan we nou vragen wat de bewoners ervan vinden. We staan hier bij Karen van der Linden. Zij woont in deze straat. Linda Herman, meneer Nieuwenhuizen. Wat vindt u een groot voordeel aan de buurt hier? Dat je lekker dicht bij de winkels zit. Lekker dicht in het centrum. Winkels en ook restaurantjes, cafés. Dus ja, kan eigenlijk lopend alles af. Dat vind ik wel heel prettig. Positief in deze buurt dat het lekker centraal ligt. Dicht bij het treinstation, dicht bij het busstation, dicht bij de winkels, het centrum. Dus dat vind ik het prettige van deze buurt. Rustige buurt. Een goede buurt. Lekker relaxed. Overal dichtbij de stad. En dichtbij het station, overal. En in het groen, veel groen nog. We staan hier bij het station aan het einde van de straat. Zoals velen al zeiden, dit is een groot voordeel, want je kunt makkelijk naar alle steden toe. Als je dus onder deze tunnel doorrijdt, dan kom je in het gedeelte waar dus bioscoop, bibliotheek, winkels, supermarkten zijn. En dat is dus gewoon ook zeer nabij. En wat vindt u van de omgeving met de mensen in de omgeving, de buren? Ik vind het wel leuk. Ik vind het... Omdat je zo dicht bij het station woont, zie je veel mensen langslopen. Dus er is toch wel een beetje reuring in de straat. Niet zo doods. Dus dat vind ik wel leuk. Gewoon heel gezellig. Ja, het is gewoon een leuke buurt. Het is een heel gezellig buurtje. Een beetje dorps zelfs. Maar het is een heel gezellig buurtje om te wonen. We staan hier voor het wijkcentrum. Het ziet er mooi uit. Gewoon goed verzorgd. Leuk. Gewoon leuke voorgevel. Gezond, keurig. Het past prima in deze buurt. Toevallig was dit vroeger het gebouw van het Jan van Egmond. Maar het is gewoon het past gewoon perfect in de rest van de buurt. En wat merkt u zeg maar aan het milieu, aan hoe het wordt schoongehouden en dat soort dingen? Ben ik wel tevreden over, ja. Ja, ik zie eigenlijk bijna nooit afval op straat. En verder heeft iedereen gewoon zijn container die op tijd wordt opgehaald. Ja, nee. Het valt me niet echt op dat er op straat veel vuil ligt. Dan kom je geregeld, kom hier zo'n schoonmaakploeg, kom hier wat rommel opruimen en zo. Zit het zeg maar gewoon, zijn de huizen hier fijn? Zit dat gewoon allemaal... Ik vind van wel, ze zijn wel klein. Maar ik ben er wel blij mee. Wij vinden het zelf ook heel leuk om in een wat ouder huis te wonen. Dat is gewoon puur smaak. We staan hier bij de P3. Dit is zeer in de buurt, ook ongeveer 5 minuten lopen. P3 is een pop- en cultuurpodium, vooral voor jongeren, maar ook voor ouderen. Heel leuk. We staan hier bij een voorbijganger. We gaan even vragen wat de eerste indruk is van deze straat. Je bedoelt waarschijnlijk de Wilhelminastraat. Ja. Ja, waar vroeger jullie school gezeten heeft hier, hè? Ja, dit is een van de leukste stukjes uit Purmerend. Hè? Zo, als je die kant op kijkt, de Julianastraat en de Wilhelminastraat. Een oud stukje Purmerend nog, waar het toch nog een beetje bewaard gebleven is. Terwijl er al zoveel kapot gemaakt is in Purmerend. Dus ik vind het een hele leuke buurt. Vindt u dat is onderhouden? Vindt u dat allemaal netjes eruit ziet? Of? Ja, dat ziet er allemaal netjes uit, ja. Ja. Nou, na het rond te kijken in deze buurt is de conclusie dus duidelijk. Het is een zeer fijne buurt. En prima om in te wonen dus.